Gourmet is veel gezelliger. Plastic bomen vind je niet elk jaar nieuwe te kopen. Niet zo moeilijk, denk ik. Ik heb gisteren veel met Elvo gezien, die was heel tof, maar doe maar kerst. Home Alone. Ik ga ze met kerst wel allemaal kijken, dus Home Alone, 100%. Nee, kerstkoekjes. Krantjes heb ik helemaal niks. Geen van beide. Ik hou helemaal niet van kerstmuziek. Ik vind helemaal niks. Ik heb een hele aardige schoonfamilie, maar ik ga dan toch voor kerst met mijn familie. Ik vind allebei helemaal niks. Mijn vriendin wil er wel vaak naartoe, maar doe dan maar voor een boulevard. Gezelligheid, 100%. Boxing Day. Ja, Boxing Day denk ik wel. Is altijd wel leuk. Normaal gesproken is het wel lekker na een heel druk schema om windstop te hebben. Maar op dit moment, ik heb een week vakantie, maar ik moet heel eerlijk zijn, ik heb niet te veel te doen in die week vakantie. Want je kan eigenlijk niks, dus dan voetbal ik liever door eigenlijk. Ja, ik hou van vlees, maar ik denk dat ik toch voor de beef Wellington ga. Ja, zeker. Bordspelletje ben ik helemaal niet goed in, verlies ik ook altijd, dus doe maar lekker kletsen. Daar ben ik beter in, denk ik. Normaal gesproken serie kijken, maar die series ben ik helemaal zat op het moment, omdat ik alleen maar binnen zit. Dus doe maar kerstwandeling nu. Liefst een witte kerst, denk ik. Ja, normaal ben ik met kerst altijd, ga ik altijd even weg, een paar dagen. Dus ik denk dat ik heb nog weinig kerst meegemaakt, dus een witte kerst zou denk ik wel leuk zijn. Ja, kerstgedachten. Ja, ik moet zeggen, ik vind kerst leuk. Het is niet dat ik me echt verheug op kerst of zo, maar ik denk dat het wel gewoon gezelligheid is. Lekker samen zijn, lekker van elkaar genieten en dat eigenlijk.